Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinmerse. Vandaag gaan we even kijken naar de charts, want natuurlijk de laatste maanden is het behoorlijk omlaag gegaan, maar de afgelopen week was gewoon een succesvolle week, want Bitcoin is gestegen in een paar dagen tijd met 21%. Wil dit zeggen dat we de bodem hebben bereikt of dat we inderdaad nog een lager punt kunnen opzoeken? Nou, daar wil ik vandaag dus eventjes op inspelen, dus laten we snel beginnen met de video. Nou, je kijkt nu naar de daily chart van Bitcoin en het mag natuurlijk duidelijk zijn dat we vorige week zaterdag, toen nam ik de vorige aflevering op van Crypto deze week, hartstikke laag stonden. En vanaf dat punt is er op dit moment een stijging van, even zien, 21%. Je moet wel weten, dit neem ik dan ook op de zaterdag, dus het is in een week tijd behoorlijk hard gegaan. Maar als we natuurlijk eventjes uitzoomen, mag het natuurlijk wel zo zijn dat deze stijging heeft plaatsgevonden vanaf een heel laag punt en dat we natuurlijk nog gigantisch moeten stijgen om al het verlies van de afgelopen paar maanden goed te maken. Maar het is natuurlijk wel een fijn teken dat we inderdaad nu die 21% stijging hebben meegemaakt. Want op de zaterdag, vorige week dus, kwamen we op de $17.500 en nu zitten we ruim boven de $21.000. Dat is sowieso een sterk signaal, al helemaal omdat we nu boven de $20.000 zitten. Want de top van 2017, toen de vorige bullrun eindigde, dat was natuurlijk net onder de $20.000. Dus je wilt het liefst niet onder het level zitten van de vorige top van de bull market. Dus ik hoop ook komende week dat er wat stabiliteit ontstaat. Dus natuurlijk zou ik nog een keer een stijging willen zien van 21%. Dus niet dat er weer slecht nieuws naar buiten komt en dat we vervolgens al het rendement van de laatste week direct weer inleveren. En dat we weer in de gevarenzone zitten. Maar dat ze dus echt eventjes aankijken. Want op dit moment merk je gewoon dat er heel veel paniek en angst in de markt zit. Dus er zal overal op gereageerd worden. Dus het is heel erg lastig om nu te zeggen van, nou, de bodem is sowieso ingezet. Maar het mag natuurlijk wel duidelijk zijn als we eventjes zien van hoe ver kunnen we op dit moment dalen voordat we weer dat level hebben bereikt. Dat is 17%. Nou, daar is natuurlijk wel wat voor nodig. Maar op dit moment is er nog steeds natuurlijk heel veel angst in de markt. Op dit moment staat het level op 14. Als we kijken naar de afgelopen week is dat 6. En dat was een historisch laagpunt. Want als ik eventjes naar onder scroll en ik kijk bijvoorbeeld over het laatste jaar. Dat geeft een goed beeld van hoe we er daadwerkelijk voor staan als we kijken naar de Fear and Greed Index. Hier zie je natuurlijk op 21 juni van 2021 nog een laagpunt van 10. Maar je ziet dus dat afgelopen week is er de 6 behaald op 18 juni. Zo laag is de index nog niet geweest in het laatste jaar. Als ik kijk op max, dan zal je waarschijnlijk misschien hier even zien. Dit lage punt is op 5 en dat was een heel kortstondig. En vervolgens, ik krijg niet eens voor elkaar om de muis er precies goed op te krijgen. Maar dit was dus 5 en nu hebben we er 6 meegemaakt. En dat is dus een heel laag punt als we kijken sinds 2018. Dus natuurlijk heel veel mensen die claimen dat we nog verder kunnen zakken en dat dit bijvoorbeeld even een bounce is om vervolgens weer verder te zakken, dus een dead cat bounce. Maar het is natuurlijk ook weer zo dat de Fear and Greed Index echt aangeeft dat afgelopen week er gigantisch veel paniek was. En voordat ik verder ga met deze video, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van Coinmerse voor mijn bitcoin en altcoins en op dit moment loopt er ook een actie. Want als je een crypto order plaatst van minimaal €100, krijg je gratis €10 aan bitcoin. Ik zal voor geïnteresseerden een linkje in de beschrijving achterlaten. En als je besluit te reageren via dat linkje, maak je dus gebruik van de actie. En daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Dan kan ik dit soort video's blijven maken, kost jou niks extra's, want dat zal ik natuurlijk wel altijd waarderen. Dus als we kijken naar de Bitcoin chart, op dit moment is het vooral inderdaad boven die $20.000 zitten in de komende week. En dat er wat stabiliteit ontstaat. Natuurlijk zou ik graag zien richting de $24.000 of $25.000. Maar voor nu zal ik al tekenen als we niet meer in de buurt komen van de $20.000. Dat is dus echt eventjes afwachten. En op dit moment is het ook wel een beetje te vroeg om te kijken naar de range waar we natuurlijk een tijdje tussen zaten. Tussen de 28.500 en de 31 zo'n beetje. Dat is nog wel eventjes wat voor nodig. Ik denk ook niet dat het binnen 2 weken dat we daar weer zitten. Maar nu is het vooral taak om inderdaad die $20.000 het liefst niet meer op te zoeken. Stel je voor, we gaan weer naar die $20.000. Hoeft natuurlijk ook niet te betekenen dat het einde is van de wereld. Maar het is natuurlijk wel een slecht signaal als we deze behoorlijke bounce direct weer inleveren in een week of 2 weekjes tijd.
Als we ook kijken naar de totale crypto market cap, mag het natuurlijk ook duidelijk zijn dat deze bounce ook goed terug te zien is. Want dan heb je het over een stijging van, als we dieptepunten bijpakken, van op dit moment, even zien, 22%. Dus nog zelfs ietsjes meer. Dat is natuurlijk ook een goed signaal. En natuurlijk, ik heb niet voor niks dat ik nu even flink heb uitgezoomd. Mag nog steeds duidelijk zijn dat de totale cryptomarkt natuurlijk gigantisch veel heeft ingeleverd. Maar op dit moment is er gewoon sprake van een serieuze bounce. Want 22% in een weekje tijd is natuurlijk niet niks. En als we ook kijken bijvoorbeeld naar CryptoBubbles.net en kijken naar de marktkapitalisatie van de afgelopen week, dan mag het natuurlijk duidelijk zijn dat heel veel altcoins het gigantisch goed hebben gedaan. En dat kan natuurlijk ook niet als een verrassing komen, want ik heb het al heel vaak aangegeven in mijn video's. Als Bitcoin kracht laat zien, dan zal je zien dat altcoins meegaan. Vaak zie je dan ook in die fase dat altcoins net wat harder stijgen, maar dat is natuurlijk ook weer een negatief effect, want als Bitcoin daalt, zal je vaak zien dat de altcoins nog veel dieper dalen. En een tijdje geleden heb ik ook al een keer in crypto deze week aangekaart natuurlijk dat de Bitcoin halving er ook weer aan zit te komen. Op dit moment, het is wel een beetje een schatting hoor, het is niet precies dat het precies zo zal gebeuren, is het ongeveer 702 dagen wachten tot de volgende Bitcoin halving. En de vorige Bitcoin halving was in mei van 2020 en dat is nu zo'n 750 dagen geleden. Dus we zijn dichter in de buurt bij de nieuwe halvering dan de oude halvering. En dat betekent natuurlijk gewoon dat de blokbeloning gehalveerd zal worden, vandaar de Bitcoin halving. Wat natuurlijk betekent dat er elke dag nog minder Bitcoin op het netwerk terechtkomt. En dat heeft natuurlijk een positieve impact op de prijs van Bitcoin. Want als het vraag hetzelfde blijft, maar het aanbod halveert, ja, dan kun je natuurlijk alleen nog maar omhoog gaan. Maar ja, dat is natuurlijk nog wel 700 dagen wachten. Op dit moment zijn nog niet heel veel mensen bezig met de Bitcoin halving. Dus dat zie je natuurlijk ook nog lang niet terug in de prijs. Maar denk ik wel eventjes een leuk moment om het even aan te kaarten. Dat we natuurlijk steeds elke week dichter in de buurt komen van de volgende Bitcoin halvering. En dat zal natuurlijk ook weer een behoorlijke impact hebben op het aanbod wat op de markt terechtkomt. Ik zag natuurlijk ook in de fase dat we in de buurt kwamen van een all-time high van $69.000. Dat er toen gigantisch veel Bitcoin werd opgekocht. Stel je voor, de halvering zal over 700 dagen plaatsvinden en we komen bijvoorbeeld weer in de buurt van dat soort levels, dan kan het natuurlijk sneller gaan, omdat er simpelweg elke dag minder Bitcoin beschikbaar is. Dus dit is zeker iets om in de gaten te houden. Natuurlijk wel echt iets voor de lange termijn, maar dat is er natuurlijk wel met investeren. Je kan natuurlijk kijken naar de komende week en natuurlijk nog steeds belangrijk dat we boven de $20.000 staan. Maar als je echt aan het investeren bent in Bitcoin, je hebt er echt vertrouwen in. Zo'n investering dat je bijna 2 jaar moet wachten tot daadwerkelijk die halvering plaatsvindt, ja, dat is natuurlijk niet zo gek. Want als we kijken naar investeren, beleggen of hoe je het ook wilt noemen, 2 jaar, dat is natuurlijk nog steeds de korte termijn. Dus dit is zeker iets om in de gaten te houden. Maar tussendoor zullen we natuurlijk nog gigantisch veel stijgingen en dalingen meemaken, want dat kan je wel zeggen van de cryptomarkt. Het is nooit saai. Ik zag bijvoorbeeld ook dit voorbij komen en ja, zo is het natuurlijk wel een beetje. Er zijn 2 verschillende beleggers. Ze beginnen allebei op hetzelfde punt. Het moment dat er een flinke daling is, zal de ene denken van oké, nu moet ik heel veel verkopen. Terwijl de andere investeerder denkt van hey, wacht eens even, dit is wel eens een mooi moment. Ik heb de lange termijn visie. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat dit netwerk een belangrijke rol gaat spelen in de wereldeconomie. Laat ik wat bijkopen. Nou, vervolgens zal er dan een stijging plaatsvinden en merk je al heel snel dat de persoon die heeft verkocht, die denkt, ja wacht eens even, het is nu weer gestegen, maar dat wil ik ook meemaken. En uiteindelijk zal je dus zien dat iemand die constant bezig is om te verkopen op momenten dat we flink onderuit gaan en kopen als we omhoog gaan, niet zoveel heeft over een lange periode. Terwijl de persoon die gewoon bezig is met bijvoorbeeld dollar cost averaging of denkt elke dip probeer ik gewoon langzaam op te kopen, die zal langzaam en zeker steeds meer Bitcoin hebben. Natuurlijk, dit hoeft niet een bevestiging te zijn van als je nu gewoon elke week koopt, ben je zelf multimiljonair. Maar dit is natuurlijk wel een duidelijk beeld van hoe de emotie in de beleggingswereld werkt. Want als we dalen, dan willen we verkopen, stijgt het, willen we kopen. Terwijl je dat natuurlijk precies andersom moet uitvoeren. Voor nu kwam wel het einde van deze aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinmerse. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.